Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik ben Ona Nijland, Green Goddess. Mijn praktijk heet Green Goddess. Ik ben natuurgeneeskundig therapeut, fytotherapeut, kruidengeneeskundige is dat. En in deze podcast neem ik je mee in de wereld van natuurgeneeskunde en kruiden. Natuurgeneeskunde is veel breder dan alleen kruiden, maar kruiden zijn mijn grote passie. Dus daar neem ik je zo nu en dan in mee. En vandaag ga ik het over kruiden hebben, want zoals de titel al zegt, een kruidenrecept voor een heerlijke nachtrust, of wat voor een titel daar ook aan gegeven, dat moet ik nog doen. Maar dat zal in deze trant zijn. Het is volgens mij voor het eerst dat ik echt een recept deel. En een recept is een groot woord, maar het is in principe gewoon een kruidenrecept, want het is een mengsel van drie verschillende kruiden die ik in deze podcast ga behandelen. Ik doe dit eigenlijk nooit, omdat dit altijd, of dat nou, voor, het is voor een goede nachtrust, dus dat ga ik ook natuurlijk de hele podcast als voorbeeld nemen. Maar als je slecht slaapt, heeft dat ontzettend, of kan dat ontzettend veel redenen hebben. En de reden waarom jij slecht slaapt, is anders als ik slecht slaap, of als je buurvrouw slecht slaapt, of als je partner slecht slaapt, of je kind. Er zit altijd een reden onder waarom je niet goed slaapt. En met dat ik dit zeg, denk ik, ja, maar er zit ook een verschil in. Kun je niet goed inslapen? Of word je na 2 uur klaar wakker en lig je daarna de hele nacht wakker? Of word je altijd, slaap je prima in, maar word je altijd om 5 uur wakker? Of kun je gewoon, lig je gewoon de hele nacht wakker? Lig je te piekeren? Nou, weet je, zo noem ik even een paar dwarsstraten, maar als je aan 10 mensen gaat vragen met slaapproblemen, of welk ander probleem dan ook, hè, maar met slaapproblemen, wat de symptomen zijn die ze hebben, zal ieder persoon iets anders vertellen. En dat maakt niet uit of je er 10 of 100 hebt, en er zullen echt overlappingen zijn natuurlijk, en herkenbaarheid. Maar iedereen vertelt een ander verhaal. Als ik 1 ding heb geleerd de afgelopen jaren dat ik mijn praktijk heb. En ik heb me voornamelijk op vrouwen gericht met menstruatieklachten. Zo ben ik eigenlijk begonnen. Omdat je met natuurgeneeskunde kun je alles helen. Maar het is wel handig tenminste vond ik zeker marketingtechnisch, om een richtpunt te hebben. Dus ik heb me gericht op vrouwen met menstruatieklachten. Dus ik krijg best wel veel vrouwen met ogenschijnlijk dezelfde soort klachten. Maar iedere cliënt in mijn praktijk heeft een andere behandeling gekregen. Niemand krijgt hetzelfde. Niemand krijgt hetzelfde kruidenrecept. Ik draai geen standaard riedeltje af. Want voor iedereen is er een andere oorzaak van de klacht. En dat geldt met slaapproblemen net zo. Dus dit recept dat ik deel is gewoon eigenlijk voor de fun. Ik heb de thee net gemaakt voor mezelf en dat herinnerde me eraan van, oh ja, ik wilde hier nog een podcast opnemen. Dus het is nu, ik zit op het moment in de avondmodus om podcasts op te nemen. En dus ik dacht, ik ga gewoon lekker zitten en zet mijn microfoon aan en ga gewoon eventjes kletsen. Het recept wat ik je met je wil delen is een mengsel van kamille. Het is wat ik nu heb, is kamille, valeriaan en lavendel. En nou ben ik in de war, want ik heb een blog geschreven en daar heb ik citroenmelisse, valeriaan en lavendel gebruikt. Dus nou, je krijgt er 2 voor de prijs van 1. Het kan zowel met citroenmelisse als basis als met kamille als basis. Toevallig, dit heb ik nu spontaan zo gepakt. Normaal doe ik het meestal wel met citroenmelisse, omdat ik de smaakverbinding heel lekker vind. Maar wat lavendel doet, wil je weten wat citroenmelisse doet? Scroll even wat terug in de podcast app, want ik heb net een hele uitgebreide podcast over citroenmelisse opgenomen. Dus dat kan je allemaal daar terugluisteren. Wat kamille doet, laat ik daarmee beginnen. Ik hou van kamille. Ik hou van heel veel kruiden. Maar kamille drink ik heel vaak in de avond. Dus waarschijnlijk dat ik die vandaag
ook gewoon uit automatisme gepakt heb. Kamille brengt tot rust. Het, zoals het heet, is het een carminativum. En dat is citroenmelisse ook. Het ontspant je spijsvertering met name. En carminativums zijn hele mooie kruiden om na het eten te drinken als thee. Omdat het je spijsvertering helpt het eten wat je hebt gegeten om dat te verteren. En zeker omdat we in de zwaarte van onze voeding ligt in het avondeten. Daar wordt over het algemeen veel verschillender gegeten. Gewoon denk aan het Nederlandse standaard menu aardappelen, groente, vlees. Het is veel zwaarder, ook als je pasta eet of wat we ook eten. Het is over het algemeen veel zwaarder dan een ontbijt, als mensen dat dan nemen. En de lunch. Een standaard Nederlandse lunch, in België volgens mij ook, is met brood. En daar zit natuurlijk heel veel verandering in, heel veel beweging in. Maar dat is nog wel een beetje de gemene deler. En ook dat de lunches, als het geen brood is, is het vaak wel licht. Wat kamille ook doet, is het brengt ontspanning in je systeem. Je kan bijvoorbeeld ook heel mooi inzetten met menstruatiekrampen. Want ook daarin brengt het ontspanning in de verkramping die in het buikgebied is. Ik ga even mijn kat binnen laten, ogenblikje. Het is echt een heel ontspannen, ontkrampend kruid. Er zitten bitterstoffen in, wat ook werkt op je spijsvertering. Kamille smaakt ook best wel bitter. En slaapproblemen komen, of kunnen komen, niet dat het allemaal daardoor komt, maar kunnen komen doordat de spijsvertering nog te actief is. Dus daarin, als je een kruid neemt na het eten om te drinken, wat je spijsvertering helpt met de vertering, kan het ervoor zorgen dat je spijsvertering gedurende de avond rustiger wordt. Ook heb je maar geen last van je buik. Spijsvertering is na het eten gewoon bezig. En waardoor je makkelijker in slaap komt. Nou werkt kamille ook op je zenuwstelsel. Het brengt tot rust. Het brengt je naar... Zoals we dat vanuit de alchemie bekijken naar het vocht en het koud aspect. Waardoor het je eigenlijk naar jezelf toe brengt. En wat hebben we nodig met slapen? Is rust en stilte en het contact met onszelf. Zodat we in die slaap kunnen zakken. Een ander kruid dat erin zit is lavendel. En kamille en lavendel is sowieso een hele fijne combinatie, vind ik. Ik hou van beide kruiden. Het is natuurlijk altijd heel persoonlijk. Lavendel is eigenlijk het is niet zozeer een ontkramper wat kamille is, maar lavendel brengt heel erg tot rust en brengt je in je lijf. Iedereen kent de geur van lavendel. Het brengt je tot rust. Het laat je bij jezelf komen. Dat doet het wat krachtiger dan kamille. Omdat lavendel op je lever werkt. Het is een choleraticum. En volgens mij ook een cholagogum. Dat zijn kruiden die op je lever en op je gal werken. En wat het doet is je lever aanzetten, ook weer in die vertering. En je lever gaat over thuiskomen bij jezelf. Landen in jezelf. Lever is verbonden met vuur. Maar vuur heeft ook rust nodig. En vuur is heel voedend. En dat, in dat aspect, in combinatie met lavendel je bij jezelf brengt, kom je tot rust en kun je in je eigen energie zakken. Het andere kruid, het derde kruid wat ik erin heb zitten, is valeriaan. En valeriaan is samen met passiebloem eigenlijk de twee kruiden die vaak in de kruidengeneeskunde worden ingezet.
Echt met insomnia, echt met slaapproblemen. Valeriaan verdooft een beetje, niet dat het zo verdooft als slaappillen. Maar als ik het vergelijk met passiebloem, legt valeriaan als het ware een vliesje over je systeem heen, waardoor je ook weer tot rust komt. En dat vooral met het in slaap brengen of in slaap gaan als mensen problemen hebben. Ik heb laatst een cliënt begeleid van onze opleiding en zij had slaapproblemen. Ze sliep gewoon niet. En ze was echt ten einde raad. Dus ik heb haar kort even behandeld. Dat doe ik eigenlijk nooit, behalve met studenten van onze opleiding, omdat die al een traject doen bij ons. En ik heb haar valeriaan gegeven, ik heb haar lavendel gegeven en ik heb haar, wat had ik haar nog meer gegeven? Oh ja, gulden roede. Valeriaan als tinctuur, dus dat werkt veel sterker dan thee. Waarbij deze vrouw het issue zat, is elke keer op het moment dat ze bijna in slaap viel, dat gevoel kennen we allemaal wel, hè, denk ik, dat je wegzakt, dat je nog een soort van bewust bent van, oh ja, nu ga ik in slaap vallen. Dat het gisteren toevallig, ik heb dat niet elke avond, maar gisteravond had ik dat toevallig, dat ik dat ook heel bewust was. En wat er bij haar gebeurde, was dat ze dan ineens wakker schrok. En dan stond ze weer aan. En dan ging het hoofd weer met alle lijstjes en dingetjes. En dan was ze uit die rust, uit die slaap. Dus ik heb haar gulden roede en lavendel gegeven om gedurende de dag te gebruiken. En ik heb haar valeriaan losgegeven om alleen in eerste instantie wel overdag te gebruiken. Om even die spiegel op te bouwen. En daarna kon ze het alleen in de avond gebruiken. En ze sliep dezelfde nacht. Kruiden werken instantly. Ze werken gelijk. Dat lost niet het probleem op. Dus dat is vervolgens wat we in de therapie gaan doen. Oké, maar wat gebeurt er? Waarom? Want dit specifieke voorbeeld van deze vrouw gaat erom dat als je dat gevoel hebt dat je in slaap valt, dat je als het ware in slaap glijdt, dat is een soort kleine dood, zoals het ook wel wordt genoemd. Omdat je in de overgave gaat van het slapen, van de nacht. En dan is je bewustzijn stil, dan kan ons lichaam rusten, regenereren, energie opdoen. Een stuk vertering wordt hierin gedaan. Afvalstoffen worden verzameld, zodat we dat 's ochtends weer kunnen gaan uitscheiden als we naar het toilet gaan in de ochtend. Onder andere daarom is urine 's ochtends altijd geler. Er gebeurt nog veel meer, maar dat is nu een veel te technisch verhaal. Dan weet ik veel te veel uit. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar waar het wel om gaat, is dat er in dit specifieke geval een angst zat op de overgave. En dat los je niet op met alleen maar kruiden te nemen. Als je alleen maar kruiden wil nemen of alleen maar theetjes 's avonds drinkt en denk, nou, dan val ik in slaap, dan werk je symptomatisch. Dan ben je een pleister aan het plakken. Zou je net zo goed een slaappil kunnen nemen. Het is heel belangrijk. En dit is ook de reden waarom ik niet zo vaak recepten deel. Omdat ik dan in de hand werk, het pleister plakken in de hand werk. En dat is juist niet waarvoor ik sta. Maar dat het dus ook belangrijk is dat je aan de oorzaak werkt waarom je deze klacht hebt. Dus dat wil ik nog meegeven. Want ik vind het heel leuk om te delen. En dit is een heel algemeen recept. En het zal echt iets doen, maar als dit niet de goede kruiden voor jou zijn, je hebt slaapproblemen en je neemt deze thee en het werkt niet, dan is of de dosering te laag, of het zijn niet de goede kruiden voor jou. Want lavendel bijvoorbeeld brengt tot rust, maar ik ken ook mensen die er helemaal van op tilt slaan, waarbij het dus een averechts effect heeft. En
hier komt dus een stukje kennis bij kijken over de kruiden en over de werking en ook over de mens zelf aan wie je het geeft. Niet alleen over de kruiden, maar ook wat doet het bij de mens? Wat voor type mens is het? Wie heb ik voor me? Voor mij als therapeut dan, hè? Wat zijn de klachten? Wat is de rode draad? Wat zit eronder? Wat is het verlangen? En dan kun je daar een kruidenrecept voor geven. Want als iemand het heel spannend vindt om in contact met zichzelf te zijn. En als er maar een teentje in de energie van het contact met zichzelf wordt gestoken. Echt in die diepere lagen met zichzelf. Daar kan lavendel veel te heftig zijn. Dat heb ik bij... Nou ja, mijn cliënt heeft dan wel lavendel gekregen. Ook omdat ze daar zelf al mee in de weer was. Dus dat was voor mij ook een teken. Oké, dan kan je het aan. Het is een pittig kruid, maar dan kan je het aan. En ik heb er gulden roede bij gedaan. Omdat gulden roede een hele mooie bedding geeft. Daar aan de veiligheid werkt. Kruiden werkte ook instantly. En daar komt een stukje kennis bij kijken. En daarom kan je nooit zomaar één op één een recept overnemen. Maar in dit geval, het is een thee, het werkt mild, het zijn lekkere smaken. Al is valeriaan wel een beetje muffig, maar ik kan het nog... Ik vind het lekker, zeker in combinatie met andere kruiden. Ook in combinatie met citroenmelis, want dat is wat frisser. Ik ga zo... mijn thee is nog aan het afkoelen. Ik ga zo eens even proeven hoe het met lavendel is. Want lavendel kan ook iets muffiger zijn. Dus, nou, en anders dan maak ik dit dus niet meer. maar het is ook leuk om hier met deze kruiden mee bezig te zijn. Nou, dat doe ik natuurlijk in de Herbal School ook. Maar ik dacht ik wel hier in de podcast ook daar een kijkje in de keuken heen geven. Hoe je dat kan doen. En qua verhouding met de kruiden doe ik, wat heb ik nu gedaan, 50% lavendel. Nee, meer. Ik moet het even... Weet je, ik doe eigenlijk maar wat. Want ik pak een eetlepel. Of soms pak ik het met mijn handen. Maar wat ik wel... Camilla is het grootste gedeelte. Dat is, 80% is camilla. Dan is 10% lavendel en 10% valeriaan. Of zelfs 15% lavendel en 5% valeriaan. Omdat valeriaan... Weet je, als je een thee drinkt... Vind ik het belangrijkste aspect de smaak. Zeker als je gewoon lekker 's avonds op de bank zit en een theetje wil drinken. Maar daar wel met een intentie een theetje wil drinken. Dan vind ik de smaak het allerbelangrijkste. In dit geval, ook citroenmelissen, zou ik 70-80% doen. Dat is dan de basis. Lavendel is heel sterk qua smaak. En ik vind lavendel heerlijk, maar ik hoef niet... 50% kamille en 50% lavendel. Want dan sta ik ook te stuiteren. Dus die doe ik vrij weinig. En er zit heel veel etherische olie in lavendel. Dus die doe ik er echt in voor de smaak. En eigenlijk geldt hetzelfde voor valeriaan. Alleen valeriaan vind ik niet lekker. Het is natuurlijk ook persoonlijk. Ik vind dat niet lekker. Dus die doe ik er ook voor de smaak in. En dat het wel werkt. Dus dat is een beetje hoe ik ermee speel. Met tincturen werkt dat heel anders, want dan gaat het niet over de smaak. Want dan nemen mensen maar een heel klein beetje ervan in. Dus dan is de smaak minder belangrijk. Bijvoorbeeld ook kruiden die heel bitter smaken, zoals hartgespan. Die geef ik eigenlijk altijd als tinctuur. Ik werk in mijn praktijk vrij weinig met thee, soms een beetje als ondersteuning. Of zoals nou, zo'n avondrecept bijvoorbeeld geef ik nog wel eens mee. Voor in de avond om thee te drinken of juist in de ochtend om de spijsvertering even in beweging te krijgen of de nieren bijvoorbeeld. Maar meestal verwerk ik al dat soort dingen in de tinctuur. Zodat dat ook veel makkelijker in te nemen is en dat mensen niet liters thee moeten drinken. Want dat is ook daar is ook geen begin aan. Dus dat als laatste, ik wilde nog één dingetje zeggen. Als laatste, ik heb net de kruidenchallenge achter de rug en daar kwam de vraag ook weer in voorbij. En ik krijg hem heel vaak als ik het over kruidentheeën heb.
Hoe heet mag het water zijn als je de thee opschenkt? En ik gebruik eigenlijk altijd gedroogd kruid. Je kan natuurlijk ook vers kruid gebruiken. Als je het bijvoorbeeld in de tuin hebt staan. De temperatuur van het water. Ik weet dat daar. Ik hoorde dat toevallig van de week toen ik het hier met iemand over had. Dat er tegenwoordig waterkokers zijn waarbij je dat kan aangeven. Ik heb zelf niet zo'n waterkoker. Ik weet dat er ook bepaalde leringen zijn waarin dat besproken wordt. Ik zelf ben er niet mee bezig hoe heet het water is. Ik heb ook geen thermometer ervoor. Ik verwacht dat het ook voor elk kruid anders is. Maar zeker met een thee die je, weet je, een medicinale thee. Als je een medicinale thee wil inzetten echt voor de heling, dan moet je liters thee drinken. En die moeten heel sterk zijn en daar moet van alles mee gebeuren. Zo werk ik niet met kruiden, dan werk ik namelijk met een tinctuur, want het is veel makkelijker. Zeker, en vooral makkelijk voor de cliënt. Niet zozeer voor mij, maar vooral voor de cliënt. De thee, als ik het over thee heb, gaat het een stukje over de medicinale werking natuurlijk ervan. Maar vooral ook over het comfort en gewoon dat je daar dat je een fijne smaak hebt van de thee. Dus ik ben in dat opzicht niet met de perfecte temperatuur bezig. Wat ik meestal doe, is mijn water koken met de waterkoker. Het heel eventjes af laten koelen en het dan in mijn... ik heb een thermosfles, in mijn thermosfles doen. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik haast heb of dat ik geen geduld heb. En dat ik het tegelijk eruit opgiet. Het gebeurt ook wel eens dat ik het vergeet. En dat het 5 minuten al gekookt heeft. En dat ik het dan opgiet. Dus dan heeft het elke keer een andere temperatuur. En mijn ervaring is dat ik geen verschil merk in de werkzaamheid. Het kan echt zo zijn dat bepaalde kruiden dan verbranden. Dat wordt vaak als argument aangedragen. Maar die ervaring heb ik niet. Ik heb dat nog nooit gezien dat het verbrandt, dat het blad verbrandt. Wortels, als er een wortel van een kruid wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij engelwortel wordt de wortel gebruikt, of bij kalmoes, of bij grote klit wordt ook de wortel gebruikt. Om daar de werkzame stoffen uit te krijgen, moeten deze eigenlijk eerst gekookt worden. Of die, eigenlijk, je kookt ze, je maakt een decoct, die kook je... Nou, een x-aantal minuten. En dan wat daar overblijft, want het krijgt een kleur, dat water. Daar zitten alle inhoudstoffen in, alle werkzame stoffen. En dat drink je op, dat is eigenlijk je infusie, je thee. Ook dit leg ik allemaal uit in de Herbal School. Maar dan kook je het echt. Dus ja, er zijn verschillende meningen. Dit is die van mij. En wat ik vooral belangrijk vind, is dat mensen ermee gaan werken en de ervaring ingaan en voelen wat het doet. In plaats van goed te kijken wat voor een temperatuur het is. Want dan zit je in je hoofd. En dan is het al, of dan sta je eigenlijk al 10-0 achter om bij je gevoel te komen. En als je het gewoon wat meer op gevoel doet, dat is al voor heel veel mensen een uitdaging. En erop vertrouwt dat het gewoon goed is wat je doet. En dan gaat ervaren wat het kruid doet, dat is een hele andere ervaring dan dat het per se goed moet zijn. We leven in een maatschappij waar alles uitgemeten moet zijn, perfect moet zijn, want anders zou het niet werken. Ja, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat het juist werkt, alleen doordat we bezig zijn met allerlei randdingen gaan we uit de ervaring. En elk lichaam is anders. En hoe het bij jou werkt is anders als bij mij. Hetzelfde geldt dit dat ik vanavond hopelijk heerlijk slaap op dit kruidenrecept. Maar dat iemand anders dat niet doet. Of dat die denkt, nou ik merk helemaal niks. Dat kan. Het is niet gezegd dat dit het perfecte kruidenrecept is om te kunnen slapen. Want als jij al maanden wakker ligt. Elke nacht. Dan denk ik niet dat dit een heilige graal is. Dan moet daar dus dieper naar gekeken worden. Maar het kan wel de scherpe randjes eraf halen. Dus nou,
Dus dat over dit kruidenrecept. Ik zal de blog ook even linken over met citroenmelissen erbij. En ik zal eens even een slok nemen, want het zal inmiddels wel afgekoeld zijn. Het is eigenlijk wel lekker, het Camilla. Citroenmelissen is net iets wat frisser. Het is net, ja, het is een beetje, het is lekker. Maar wat bitter. Nee, ik hou wel op zich wel zelf wel van bittere dranken. Dus dat. Maar ik denk voor de smaak dat met citroenmelissen net even iets lekkerder is dan Camilla. Maar ga het lekker testen. Kijk wat je in huis hebt. Ik heb allemaal losse thee in huis. Dus voor mij is dat heel makkelijk om dat te mixen. Maar als je dat niet hebt, dan kun je ook alleen kamille doen, hè? Of alleen citroenmelissen. Of alleen lavendel. Of kamille met lavendel. Lavendel met citroenmelissen is ook heel lekker. Valeriaan is net even een ander kruid. Natuurlijk, die is niet zo gangbaar. Ja. Dus dat. Heb je vragen? Laat het me weten. Mijn mailadres staat in de show notes. Daar kan je naartoe mailen. En nou, slaap lekker zou ik zeggen. En tot een volgende keer. Aho!